een cliënt van de Stichting Beschermd Wonen in Utrecht. En ook daar is nog lang niet duidelijk hoe het vorm gaat krijgen. Welke indicaties er bij de SBWU blijven en welke indicaties er naar een soort wijkoverleg gaan, wijkgemeenteachtig iets. En ik heb het idee dat het eigenlijk allemaal nog opnieuw ontdekt moet worden en uitgevonden. En het is gewoon een hele grote verandering. Dus ik weet helemaal niet welke consequenties het gaat hebben. Ik heb nog geen brieven thuis gekregen. Ik hoor natuurlijk wel wat op het nieuws, op actualiteitenprogramma's. Maar het is een kwetsbare groep. En juist daarvoor is eigenlijk heel weinig gerichte informatie, vind ik, op dit moment nog. Nou, ik zie dat het goedkoper moet. Het kan niet langer zoals het is. Dat zie ik ook. Maar ik vraag me af, het afbreken van systemen en het opnieuw opbouwen van systemen, of dat zo zinvol is. En ik vraag me af, van, is dit niet weer een nieuw experiment? En weet helemaal niet waar het naartoe gaat. Dus dat vind ik wel ingewikkeld. En ik weet, de gemeente krijgt één grote pot geld. En zij mogen beslissen wat ze daarmee doen. Dat betekent dus ook dat je per gemeente maar af moet wachten wat het voor jou betekent. Ik hoop dat de gemeenteraadsverkiezingen een ander gemeenteraadssamenstelling zal geven. Waarbij ik hoop dat het beleid in ieder geval in Nieuwegein humaan blijft en betrokken blijft bij degenen die het hardst nodig hebben. Ik hoop dat die tendens in Nederland in het algemeen zal winnen. Dat we allemaal blijven bedenken, het gaat over mensen, het gaat over kwetsbare mensen. Het is heel fijn, punt eigen regie, eigen verantwoordelijkheid. Maar juist voor deze groep mensen is dat vaak het allermoeilijkste.